De Nola Hatterman Art Academy heeft 4 afgestudeerden erbij. Het instituut heeft gisteravond in het Fort Zeelandia diploma's uitgereikt aan Sean Stolling, Angela Matura, Shabienne Smit en Siomara van Leeuwarden. Daarbij werd ook de expo van de geslaagden geopend. Elvira Sandi, directeur van het directoraat cultuur, zegt dat wederom het belang van kunst- en cultuureducatie in ons land is bewezen. Het Nola Hatterman Instituut vervult daarbij een bijzondere taak. Sandi zegt dat het instituut een grote bijdrage levert bij diverse kunstactiviteiten. En die continuïteit kunnen we garanderen tot lengte van dagen als we inderdaad in staat zijn deze resultaten neer te zetten. Dus ik feliciteer het instituut op de eerste plaats voor de inspanningen. Het is een toffe job in deze tijd om inderdaad zo'n instituut draaiende te houden. Vanuit het directoraat cultuur leveren we onze bijdrage. Het is niet voldoende. Die inspanning is dus daar ook bij het Nola Hatterman Instituut. Bestuur, docenten en de staf. Ik spreek de hoop uit dat dit moment het begin mag zijn van een nieuw begin. Een nieuwe dimensie in jullie kunstbeleving en kunst in het uitdragen van de kunst. Ik wens jullie daarbij heel veel succes toe. Dat is dus de directeur van cultuur Elvira Sandi. Rinaldo Klas, voorzitter van het Nola Hatterman Instituut, zegt dat na het overlijden van Nola Hatterman in 1984 de school werd gesloten. Op initiatief van vrienden heeft Klas, die oud-student is van Nola Hatterman, besloten de school weer te openen. Ik was toen bij de Venezuelanen les aan het geven. En James Raulal die hoorde dus dat ik daar gestopt was met lesgeven. Toen vroeg hij me van Rinaldo, vind je dit een goed idee om de school van Nola Hatterman weer in leven te roepen? Toen zei ik van je hoeft geen antwoord direct te geven, maar denk over na. Ja, de school moest weer gestalte krijgen. En James vroeg me van, maar misschien is het ook een goed idee om Paul Woei bij te halen. Weet je, want wij hadden niet zoveel ervaring voor het opzetten van een school en het programma. En Paul Woei heeft ons daar ook bij gestaan. Aldus Rinaldo Klas, voorzitter van de Nola Hatterman Art Academy. De expo van de geslaagden duurt tot en met zondag 3 november in het Fort Zeelandia.